Sorry, ik wil even over het hekje heen springen, maar dat... Zo. Zo, we zijn op de EU Jongerendag en het thema vandaag is This is Love. Maar wat ik me afvraag is, hoe liefdevol zijn de mensen hier op de EU Jongerendag eigenlijk? Dat ga ik testen. Je hebt nog wat wc-papier hangen, man. Wc-papier hangen? Aan je backside. Zeg aan mijn backside? Ja, aan je broek. Oh, what? Oh, yeah. Oh, wat gênant. Ja. Oh, dankjewel, man. Hey, geen probleem. Dankjewel. Oh, wat erg. Sorry. Wat, jongens, mag jullie wat vragen? Ja, tuurlijk. Mijn beltegoed is op. Ja. Zou ik iemand mogen bellen? Tuurlijk. Ja? Ja. Gast, dankjewel, man. Dankjewel. Ik ga. Dankjewel. Hey. Hey Joram, zou je die 5 euro nog even kunnen overmaken naar mij? Oh. Ah. Ah. Gaat het goed? Ah, kan ik even. Ah. Ja, dankjewel. Oh. Ik zag je zo vallen, ja. Ik denk, nou, dat komt niet goed. Zo. Oh, zou je hierop kunnen gooien? Oh, dankjewel. Dankjewel, echt. Dit is liefde. Next up, bloedcapsules. Ja, ik loop tegen die paal. Zullen we een servetje halen? Oh. Kom eens hier. Ah, dankjewel voor de support, man. Dankjewel. Laat zien, heb jij je lik? Ja. Ja, kom, we moeten. Okay. Waar moet hij naartoe dan? Ja, dan gaan we daarheen. Okay. Ik ben zo verdrietig. Ik ga iets meer met mijn schouders. Trillen. Oh, ik ben zo verdrietig. Is er wat gebeurd? Oh ja, ik ben een beetje verdrietig. Oké. Okay. Oh, mag ik even een huk? Oh. Iemand, een vriend van mij, is weggegaan en heeft me alleen achtergelaten. Was hij boos? Ja, hij was een beetje boos. Of tenminste, ik krijg nog 5 euro van hem. Het is een grapje. Ik werk voor Beam. Au. Het was een grapje. Het was een prankfilmpje. Hey, dit is een experimentje. Oké. Okay. Dit wordt gefilmd en wij zijn aan het testen hoe liefdevol mensen zijn. Oké. Okay. Dus jij bent geslaagd. Ik werd gestuurd, hoor. Echt? Ja, oh, de vrouw zei van, ga even bij hem kijken wat er aan de hand is. Oh, dus het komt niet uit jezelf? Nee. Oké, dan moet ik eigenlijk je vrouw even omhelzen.